En nu moeten we dus gaan bellen of we naar binnen mogen. Goedemorgen, het is donderdag en zoals de laatste maand elke dag heb ik geen zin om mijn bed uit te gaan. Het gaat vandaag heel lekker weer worden. Het is nu ook al heel lekker warm onder mijn deken. Dus ja, dat is allemaal heel fijn. En het zonnetje schijnt zo lekker naar binnen nu. Dus... Maar ik weet dat het nu nog wel koud is buiten. Ja, maar het komt helemaal goed. En vandaag moet best wel een leuke dag gaan worden. Al moet ik ook heel veel aan huis doen. Maar het moet toch gebeuren. Dus ik ga mezelf uit bed huizen. En even gewoon wat doen. En dan... ja, komt vanzelf allemaal goed. Ik moet nu even gaan opschieten en me aankleden. Want we moeten naar de huisarts. Sarah die is gisteren met haar handje in bosjes gevallen. En we hadden allemaal splintertjes. Daar hebben we er al heel veel gisteren van uitgehaald. Dus het meeste was er al uit. Maar we hadden gekeken. Nou, het moet in principe afgestoten worden de rest. Maar als het dan roder zou worden of pijnlijker. Dan moesten we toch bellen. Nou, en het is roder en pijnlijker geworden. En heel veel dingen wil ze niet echt beetpakken met de hand nu. Dus net naar de huisarts gebeld, mogen langs. Nou, er gaat nog heel protocol omheen om naar de huisarts te mogen. Eerst moest ze alleen naar binnen, toen mocht ik toch weer mee. Nou heb ik gelukkig een kind, als ik niet mee naar binnen had gemogen en buiten had moeten wachten, was dat voor haar dan wel prima geweest. Maar goed, ik mag mee naar binnen. Maar wel strikte voorwaarden. Dus we gaan het meemaken. Het is in ieder geval wel eens een keer wat anders dan normaal. Dus ik ga me wel even snel aankleden en dan kunnen we precies mooi op tijd weg. Ik weet niet of je het heel goed ziet, maar dit is dus Sarah de handje. En nu moeten we dus gaan bellen of we naar binnen mogen. Best wel een dingetje. Er zijn 19 stekeltjes uit zijn hand gehaald. Dus dat was nogal een struggle. Want dat doet natuurlijk een beetje pijn. Maar het is gelukt. En ik zit nu lekker aan het buiten spelen. En ik moet de badkamer schoonmaken. En ik heb echt geen zin. Het is te lekker weer. Maar ja, het blijft lekker weer. Dus er is niet heel veel reden om het niet te doen. Want dan kom ik er nooit aan. Dus ik was even op bed gaan liggen. Gewoon uitstelgedrag. Maar goed. Moet wel echt wat gaan doen. Ik ben ondertussen met Kitty. En ik ben de woonkamer aan het verbouwen. Want we gaan een challenge opnemen. En dus even een setting maken. En ja, dan even wat leuks doen. Dus daar heb ik wel zin in. En terwijl even... Ja, ik ga mijn camera even op statief zetten. Dan... heb ik een beter beeld. Dus ik ga jullie even uitzetten. Ik denk trouwens dat deze challenge of als jullie kijken vanmiddag om 1 uur en anders morgen om 1 uur online komt. Dus als jullie benieuwd zijn, vooral natuurlijk even kijken. Onze video staat erop en ik ben nu natuurlijk heel erg opgemaakt. Dit ga ik trouwens wel even afhalen nu. En als je dus benieuwd bent, vooral even kijken. Ik hoop dat hij er echt vandaag al op staat. En anders morgen, maar echt, het was echt leuk hè, om te doen. Ja. Ja, ik vind het een van de leukste challenges die we hebben gedaan. Ja, trouwens, dat is ook niet helemaal waar. Ik vond anderen ook wel echt heel leuk. Ik hou nu trouwens mijn make-up er niet eens netjes af. Ik hou eerst het ergste eraf en dan ga ik wel eens in groep schoonmaken. Want er zit zo verschrikkelijk veel make-up op. Dus,
Oh, ik voel me echt een klauw. Moet ik kijken. Nog één? Ja, ik pak zo even nog een pakje reinigingsdoekjes. Want onze reinigingsdoekjes zijn ook bijna op. Moet ik kijken als ik het afhaal. Dit ziet er zo rood uit, omdat hier nog zo van het spul zit. Dat is niet normaal. Oh, het zit ook allemaal op mijn tanden. Nou goed, jullie moeten dus vooral de video kijken en zien waarom het allemaal zo grappig was. Ik ben nog steeds met Kitty en we hebben nu heel veel popcorn. In ieder geval, we zijn al bijna klaar. Ik ga daar gewoon meer maken. Meer ging er niet in de pan. En we zijn Pitch Perfect 2 aan het kijken. En dan grappig, want die had ik dus gewoon nog nooit gezien. En hij kwam langs op tv en ik kijk eigenlijk nooit tv. En ik vind hem gewoon leuk. En we zijn dus aan het vreten. Ik hou van popcorn. Echt. En ik heb geen make-up meer opgedaan. Ik had er geen zin meer in. Oh! Want als jullie hebben, ga je weer barbecuen? Volgende week. Nee. Weet ik nog niet. Hij hey, braadt voor samen. Dat komt ook. En ik hou altijd wel heel veel vlees. Als ik... Oké. Kom ook, ja. Maar speklap ook. Oei! Ja. Speklap op de barbecue. En ik probeer echt te minderen met vlees. Nee. En dat doe ik altijd, behalve met een barbecue. Ja, nee, ik niet hoor. Nee, heel het jaar probeer ik netjes te minderen met vlees. Maar met een barbecue, dan ga ik, dan zondig ik zwaar. Ik ben er ook. Echt, hè? Kitty is naar huis en ik ga lekker mijn bedje in. Ik hoop dat het een beetje een leuke vlog was. Ik hoop je ook morgen weer te zien. Dus bedankt voor het kijken. En mijn haar wil niet los. En, nou, dan maar zo. En tot morgen. Doei doei.